Brugia, wat aanlegsteiger betekent. Ah, nee. Nee? En dat de oudste munt dat in Brugge gevonden is, stond erop. Brugia, een munt van 875. Interessant, hè? Ja, en Cedric, de cafeetjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Neem bijvoorbeeld de Bras. Dat is een gevestigde waarde in het Brugse nachtleven. En het is sinds kort ook groter geworden. Het is nu een club en een café. Als je daar binnen gaat, moet je ook maar een keer vragen naar de Bras Squash Cocktail. Dat is een mix van limoen en Petermans Genever. Om door te gaan tot in de vroege uurtjes. Maar zeg, we staan hier wel voor het mooiste gebouw van het zand, hè? Daar hoort ook een woordje uitleg bij. Het is een concertzaal gebouwd voor Brugge 2002, culturele hoofdstad van Europa. Er is een grote concertzaal aanwezig voor ruim 1000 plaatsen en een kleinere kamermuziekzaal voor ruim 300 plaatsen, waar er kleinere evenementen plaatsvinden. Als afsluiter van het evenement kan je ook iets drinken in het Concertgebouw Café of genieten van het panoramische uitzicht van Brugge. Ja, komt, is al goed. We gaan de dader gaan. Zeg af, we hadden geen trainingsgroep aan. Ja, misschien moet ik naar het stadion gaan kijken. Ja. Dit is dus een voetbalstadion van 30.000 zitplaatsen gelegen net buiten Brugge. Hier spelen twee stadsrivalen, Brugge en Sergio Brugge. Ze spelen allebei in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal. De oorspronkelijke naam van het voetbalstadion is het Olympiastadion, naar aanleiding van de Olympische Spelen in Duitsland in 1972. De naam werd wel veranderd. Om het een meer Vlaams karakter te geven, werd het Jan Bredelstadion genoemd, gelijknamig aan de Brugse volksheld. Maar onlangs werd er wel besloten om het stadion te verbouwen op een meer toegankelijke locatie. En ook rondom het voetbalstadion zijn er ook verschillende sportieve activiteiten te beleven. Er is een zwembad, er is een bowling, er zijn tennistreinen en er zijn hockeytreinen. En ook verspreid over de rest van Brugge zijn er vele sportcentra te vinden waar je naar hartelust kunt sporten, waaronder Bloosoop en de Koude Keuken. En er is zelfs een watersportcentrum waar je kan kajakken of windsurfen. Dus er is hier heel veel te beleven van sportieve activiteiten. Er is niks te vinden, laten we naar de Kinepolis gaan. Het is goed. Maar we kunnen moeilijk de film storen, hè? We wachten tot hij buiten komt en we verrassen hem. Ja, nu we hier toch zijn, kunnen we nog beter een beetje informatie geven over de Kinepolis en de andere cinema's in Brugge. Hiervoor hebben we een specialist. Ook in Brugge hebben we bioscopen, zoals hier de Kinepolis. Deze staat meer bekend om zijn commerciële programmatie. Ook kun je er sinds kort de 3D-films bekijken. Vanachter in de bioscoop is er ook een café, de Crea Café. En daar kun je na de film nog even wat drinken. Er zijn ook evenementen in deze bioscoop, zoals Women Light Night Only en zo zaken. Dan hebben we nog in het hartje van Brugge de Lumière, een iets minder bekende bioscoop. Daar draaien ze meer alternatieve programmaties en low-budget films. Daar zijn er ook thema-weken, bijvoorbeeld alleen horrorfilms te bekijken een hele week. Wat? Hey, stop!
vertellen over onze kunstwerk? Ja, het is de tweede hoogste bakstenen gebouw ter wereld en is 130,6 meter hoog. Deze kerk is vooral bekend omdat Maria van Bourgondië hier begraven ligt en het verhaalgraf van Karel Stout hier plaatsvindt. Een leuk weetje is dat de bruggelingen gratis naar binnen mogen. Een blikvanger is de beruchte 18e eeuwse guillotine in het Ruthuizenmuseum die opgesteld is in de wapenzaal. Het paleis met de verschillende interieurs ademt een bijzondere sfeer. Vooral in de keuken en in de originele middeleeuwse bedkapel, gebouwd in 1472, woont men zich nog in de late middeleeuwen. De beroemdste bewoner van dit monumentale pand was Lodewijk van Ruthuizen. Daarnaast hebben we ook nog een ander museum hier niet ver vandaan. Het Groeningen Museum. Dit is een museum voor schone kunsten in Brugge, met schilderijen die gaan van Jan van Eyck tot Marcel Brotaerts, heel belangrijke schilders. Vooral de aanwezigheid van de Vlaamse primitieven zijn van groot belang. Schepenen en het wordt gebruikt als bruggelingen voor de wet willen trouwen. Als het niet in gebruik is voor wettelijke gelegenheden, dan wordt het gebruikt als een museum. Je gaat naar de gevangenis, jongen. Braaf, jongen. En nu de cel in.